Bij ons een grote meneer, Wil Tura. Hij zong daar straks al het titelnummer uit zijn nieuwe album. Ik ben een zanger. Dag Wil, welkom terug in de studio. Dank je, Raf. Binnenkort. En Alexandra. Ja, hallo. Ja. Kort geef je een heel speciaal concert in de Roma in Borgerhout. Wat gaat dat worden? Ja, Tura op zijn best. Ja. Nee, het is zeggen, met Roger Chan waarmee ik bezig ben. Maar ik heb de Heavy Horns ook erbij. De blazersectie. Ja, blazersectie bij. En dat is altijd heel, heel geestig. Het geeft een punch, hè? Een enorme punch, ja. Nee, en ik zal het beste van mezelf geven. Dus dat kan ik nu al zeggen. Ik neem aan dat het concert ook alweer uitverkocht is. Maar het klopt zeer, zeer goed. Dus misschien zijn er nog een paar plaatsen. Maar we waren al heel tevreden. Daar vraag ik altijd aan mijn secretaresse. Ah, ja. Heb je nieuws van de inrichters? Ja, daar zijn ze heel tevreden. Daar ook. Daar. En dus ja, dan voel ik me een beetje comfortabel. Ja. Hoeveel optredens geef je zo nog gemiddeld per maand? Bij mij is het meest de afspraak dat ik er nog 55 per jaar doe. Ja. Is dat afgesproken met je vrouw? Ja, ja. Ja, dus, dat is al geweten. Dat mag gerust gezegd worden. Ja. Want ze zegt, Arthur, hoe noemt dat? De man die op de... die dus meer kan doen of dat hij echt is. Dus dat bestaat niet. Ah, ja, ja, ja. Ze is bang omdat ik geen nee kan zeggen. Ja. Dus voor mij moet het altijd... En eigenlijk heeft ze een heel goed idee gehad. Maar dat is samen besproken, een jaar of drie geleden al. Ja. Om te zeggen, dus nu ben ik... En iedereen is het mee eens, we weten het. Gaat voor die 55 optredens per jaar. Maar ik geef dan ook alles van mezelf. En dat is geweten. En dat is geweten. Wil, binnen een dikke 45 minuten start hier op Joe de 60's top 100. Hoe kijk jij terug op die periode? Ja, het was fantastisch, hè. Want daar had ik het gevoel dat er iets in zat voor een carrière te maken van... Dat was de periode waar ik de ene hit naar de andere kon scoren. Eens onder jou, El Bandido, Angelina, al die hits waren toen allemaal in de... Het kan niet zijn ook, het was op het einde van de 60's, ja. Ja, Eenzaam Zonder Jou, zelfs ooit verkozen tot de grootste Vlaamse hit aller tijden. Ja, je kent het liedje zeker ook, alleen al met die intro. Ik hoef het nooit aan te kondigen, alleen de muzikale intro is voldoende in de zalen ook. Ja. Ja, we zijn natuurlijk benieuwd naar welke nummers van jou we gaan opduiken straks in die 60's top 100 vanaf 9 uur met Bert Genen. Wil jij Eenzaam Zonder Jou voor ons brengen? Zonder de band is het altijd een beetje vreemd voor mij om Eenzaam te brengen, maar ik wil het wel even brengen, live zo gewoon aan de piano. Ja. Ah, fantastisch. Zo horen we het ook heel graag. The Smart Music Show FM.